Koster is geen vreemde bij de voetbalbond. 2 jaar geleden was hij coach van het Nederlands Belofteteam. Dat is het team onder Jong Oranje. En dit is dus een mooie stap. Ja, met de grote talenten van het Nederlandse voetbal, ja, dan is het alleen maar mooi om te doen. Koster volgt Albert Stuivenberg op. Die wordt assistent van Louis van Gaal bij Manchester United. Koster loopt bij de KVB de succescoach van dit moment dus net mis. Nou ja, zo gaat het gewoon in het voetbal, hè. Vandaag is het zo en morgen kan het anders zijn. Dus we zullen nu moeten samenwerken met de mensen die het komende seizoen met Oranje te maken hebben. En daar moeten we het mee doen. Nou, is ook niet de minste volgens mij, hè, met goed zeding. Nee, dat lijkt me ook niet. Dus wat dat betreft zit dat wel goed. Koster heeft een contract getekend tot en met het EK in 2017. Jong Oranje staat op dit moment eerste in de kwalificatiereeks voor het EK van 2015. Over 2 maanden komt het team pas weer in actie. De eerste wedstrijden die zijn in september, 4 en 8 september. Maar daarvoor, ja, alles zit nu nog in Brazilië, de mensen van de KNVB. Dus er zullen eerst nog wat gesprekken moeten plaatsvinden natuurlijk. Dus er is genoeg voorwerk te doen wat dat betreft.